Welkom bij Paul Rob, de wekelijkse podcast van Paul Nieuws en Paliterke, met onze blik op de wereld. Mijn naam is Stijn de Rudder. Jurgen Seder analyseert de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Thaïs Descoufon van het verboden Génération Identitaire geeft haar mening over de Franse president Emmanuel Macron. En militair analist Sim Tak geeft een stand van zaken in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen zit erop. Marine Le Pen en president Emmanuel Macron stoten door naar de tweede ronde. Ofwel verlengt Macron zijn ambtstermijn, ofwel zorgt Le Pen voor een absolute verrassing. Jurgen Seder legt alvast uit wat het opvallendste feit is uit de eerste ronde. Het meest opvallende feit van de Franse presidentsverkiezingen was niet de goede uitslag van Macron of de onverwachte doorbraak van Marine Le Pen in de laatste weken. Ook niet de opvallend goede uitslag van Jean-Luc Mélenchon of het ontgoochelende resultaat van Éric Zemmour. Het meest opvallende resultaat was toch wel de complete afgang van Valérie Pécresse. Je moet weten, Valérie Pécresse vertegenwoordigde bij die verkiezingen Les Républicains, dat is de coalitie van alle centrumrechtse krachten in Frankrijk. Dat is ook de strekking die van de 8 presidenten van de Vijfde Republiek er 5 heeft geleverd. Dus een zeer belangrijke strekking. En die haalt nu geen 5% meer, zelfs de kiesdrempel niet. En daarmee zit ze in hetzelfde schuitje als de Parti Socialist, die al bij de vorige presidentsverkiezingen van de kaart was geveegd en die nu zelfs geen 2% meer haalt. Samen halen dus de traditionele partijen van Frankrijk nog 6% van de stemmen. In juni zijn er parlementsverkiezingen. En het meerderheidsstelsel bij die verkiezingen zorgt ervoor dat de traditionele partijen goed beschermd zijn tegen nieuwkomers, tegen nieuwe partijen, omdat er telkens slechts 1 kandidaat per district kan verkozen worden. Ik vermoed dat ook nu dat stelsel geen bescherming meer zal bieden voor de traditionele partijen en er dus waarschijnlijk heel grote verschuivingen zullen zijn in de Franse Assemblée Nationale. De tweede ronde is een heruitgave van 2017. Toen verloor Le Pen kansloos. Maakt ze deze keer een kans? En waarom wel of waarom niet? Nu liggen haar kansen ongetwijfeld beter. Er zijn zelfs exit polls geweest op de avond van de verkiezingen, waarin zij in een race tegen Macron 49% zou behalen en hij 51. En dat ligt binnen de foutenmarge voor dergelijke peilingen. Natuurlijk, bij die exit polls zijn 2 nadelen voor haar nog niet ingerekend. De eerste is dat er nu zeker 2 weken diabolisering van Marine Le Pen zullen volgen. Men zal proberen de Fransen bang te maken voor het verkiezen van een zogenaamd extreemrechtse president. En er zijn er ook natuurlijk nog de stemadviezen geweest van de kandidaten die zijn uitgevallen. De meesten hebben opgeroepen om voor Macron te stemmen, minstens niet voor Le Pen te stemmen. Ze heeft wel de steun van Zemmour en ook van een kleinere Franse kandidaat. Maar het zal toch vooral afhangen van de stemmen van de mensen die voor Jean-Luc Mélenchon hebben gestemd. Die haalden evenveel dan alle andere uitgevallen kandidaten samen. Dus zijn stemadvies is heel belangrijk. En hij heeft zijn militanten, zijn achterban opgeroepen om vooral niet voor Le Pen te stemmen. Hij heeft niet opgeroepen om voor Macron te stemmen. Dus zijn achterban krijgt ook nog de keuze om thuis te blijven. De vraag is of die hem zullen volgen. Want uit peilingen blijkt toch dat Macron minstens even gehaat is bij zijn achterban als Le Pen. En we leven tenslotte in electoraal volatiele tijden waar de Brexit mogelijk was, waar de verkiezing van Trump ook niet voorspeld was. Dus er zijn altijd verrassingen mogelijk. Heeft Le Pen kans om te winnen? Ja. Heeft ze grote kans om te winnen? Nee. We blijven in Frankrijk. Thaïs Descoufon is een Franse van 22 jaar en de voormalige woordvoerster van het verboden Génération Identitaire. Vorig jaar werd ze door Frans president Emmanuel Macron ontbonden omdat de organisatie zou aanzetten tot haat. GI is, of was, een Franse activistische jongerenbeweging die zich verzet tegen illegale migratie en de islamisering van Europa. Zij doen dat via acties zoals de bezetting van de moskee in Poitiers en acties over heel Europa in het kader van Defend Europe. Thaïs zelf is nog steeds aanwezig op sociale media en maakt geregeld scherpe posts over politiek en samenleving. Op 20 april is ze in Vlaanderen te gast voor een lezing bij NSV Leuven. Journalist Karel de Koning ging alvast in gesprek met haar en vroeg wat ze vindt van Macron.
Naast GI verbood Macron ook de organisatie Collectif contre l'Islamophobie en France, CCIF, een organisatie die in België nog altijd subsidies krijgt. Is dat verbod op het CCIF dan niet positief, vroeg Karel. U hoort Thaïs Descoufon. C'est justement la stratégie qu'il a faite et le but recherché c'était de faire du en même temps, c'est-à-dire que d'un côté, on va dissoudre les identitaires et en fait des patriotes qui défendent la France, et de l'autre côté, on va faire plaisir à la gauche. En fait, on fait plaisir à la gauche en dissolvant voilà les patriotes, génération identitaire, et après on va faire plaisir à la droite et on va dissoudre le CCIF, etc. Mais en fait, c'est juste encore une fois pour être dans cette espèce d'entre-deux, de en même temps où on fait plaisir à tout le monde, mais concrètement on n'agit pas. Even kort samenvatten en vertalen wat Thaïs Descoufon zei. Dus dat verbieden van de CCIF is zo'n typische strategie van Macron, vertelt ze. Hij verbood eerst GI, patriotten die Frankrijk willen verdedigen, waarmee hij links een plezier deed, en daarna gaf hij rechts een cadeau met het verbieden van de CCIF. Maar in feite is het een vorm van iedereen willen plezieren en niets bereiken, zegt ze. We halen er even Karel de Koning bij. Karel, je vroeg ook aan Descoufon wat haar boodschap voor de jongeren is, nu ze met GI hun strijdorganisatie kwijt zijn. Toen ik haar dat vroeg, antwoordde ze echt dat het een groot probleem was voor jonge mensen om voor zo'n organisatie te verliezen. Want zo'n organisatie is natuurlijk een politieke uitlaatklep en het is een middel om mee te doen aan het maatschappelijk debat, gaf ze aan. Maar ze was eigenlijk ook redelijk positief dat er alternatieven bestaan. Ze zei daarbij heel verstandig dat je met een individueel engagement de beste verkoper van je eigen ideeën moet zijn. En ze riep eigenlijk op om jezelf te vormen, intellectueel, moreel, juiste boeken lezen, je geschiedenis kennen, je cultuur kennen. Dus wel heel constructief. Van Frankrijk naar Oekraïne nu. Plan A van Rusland is mislukt. De komende weken zal blijken hoe succesvol het plan B van Rusland is om alsnog een overwinning te boeken in Oekraïne. U hoort chef buitenland Michael van Damme. Wel, 6 weken sleept dit conflict nu al aan inmiddels. En 1 zaak weten we wel met zekerheid, dat er absoluut geen garanties zijn dat het snel tot een einde zal komen. Feit is wel dat het initiële plan van Rusland om tot een snelle overwinning te komen volledig mislukt is. En nu gaat men dus over naar een plan B, met enkele heel duidelijke doelstellingen. Met name het innemen van een zo groot mogelijk deel van de Donbass in het oosten van Oekraïne, het verstevigen van de positie op de Krim en de landbrug tussen die Krim en het oosten bestendigen en indien mogelijk ook Oekraïne zelf de toegang tot de Zwarte Zee verhinderen. Hoe kijkt het Westen naar deze situatie? Het Westen heeft de neiging de dingen nogal vaak door een eigen bril te bekijken, waardoor we niet altijd goed begrijpen wat landen als Rusland of China, maar evenzeer ook India, drijft. En met begrijpen bedoel ik uiteraard niet noodzakelijk goedkeuren. Hè. Dat is toch een belangrijke nuance die moet worden aangebracht. Punt is wel dat om de complexe wereldorde die zich aan het ontwikkelen is te vatten en om hier verstandig mee om te springen, wat meer kennis en, van de geschiedenis en de psyche van die landen nodig zal zijn en ook waarschijnlijk wel wat meer inlevingsvermogen. We blijven nog even in Oekraïne. De oorlog is daar ondertussen dus meer dan 6 weken bezig. Journalist Karel de Koning vroeg aan militair analist Sim Tak om een stand van zaken te geven en wat hij verwacht voor de komende weken. We hebben recent dus een grote verandering gezien met de Russische troepen die zich teruggetrokken hebben van de fronten rond de hoofdstad Kiev en de stad Chernihiv in het noorden. Die troepen zien we nu eigenlijk verschuiven naar het oosten en daar wordt nu eigenlijk een beetje de grote strijd voorbereid. Die zal beslissen eigenlijk hoe succesvol dat conflict nog kan zijn voor Rusland. Is er daar een deadline, een datum die verwacht wordt? Of kan dat elk moment zijn? Of kan dat nog een maand duren? Of... Well, ik denk niet dat er op dit moment echt een deadline in het spel is voor Rusland. In principe, voor Rusland is het belangrijk dat zij nog een soort winst kunnen behalen in het conflict. In het algemeen hebben ze eigenlijk al een soort verlies geleden, aangezien dat ze niet geslaagd zijn in hun objectieven om de hoofdstad Kiev in te nemen of onder druk te zetten. Ze zijn niet geslaagd in een offensief naar Odessa. Dat is ook vrijwel volledig van de kaart geveegd. Dus nu bevinden zij zich eigenlijk in een positie waar zij gaan waarschijnlijk proberen om de volledige grenzen
van de Donetsk en Luhansk republieken in handen te krijgen, om dan dus te verwijzen naar de oorspronkelijke casus belli die zij gegeven hadden, namelijk de steun aan de separatistische republieken die Rusland toen erkend had, om dus op die manier misschien te kunnen zeggen, kijk, wij hebben onze originele objectieven behaald en dit is een eindpunt. Nu, zoiets kan heel lang aanslepen. Momenteel zien we dat de frontlijnen in het zuiden eigenlijk nauwelijks verschoven zijn. Daar zijn hier en daar kleine veranderingen, maar in het algemeen blijft het rond dezelfde plaatsen dat de gevechten plaatsvinden. En als dat zo blijft, als dat aansleept, kunnen wij makkelijk in een soort bevroren conflict slippen, waar uiteindelijk voor de komende jaren en dergelijke eigenlijk een identieke situatie ontwikkeld als we in 2015, 2016 gezien hebben na de initiële gevechten in Donbass. De Vivaldi-meerderheid serveerde ons vorige week enkele staaltjes van wereldvreemdheid die zelfs Marie-Antoinette zouden doen blozen. Op Twitter was Hilde Voutmans van OpenVLD extatisch over een mogelijke verlaging van de BTW op paarden, terwijl de federale overheid ons ondertussen aanspoort wat trager te rijden en ons eten alleen nog in de microgolfoven op te warmen. U hoort journalist Philip van Lanen. De tweet van Hilde Voutmans over een eventuele verlaging van de BTW op paarden was bijzonder slecht getimed. Een week eerder kon een verlaging van de BTW op fietsen niet doorgaan omwille van budgettaire redenen. En voor de meeste Vlamingen blijft een fiets toch een veel essentiëler vervoersmiddel dan een paard. Dan was er nog die campagne van de federale overheid om energie te besparen. En inderdaad, de microgolfoven verbruikt minder energie dan een fornuis. Maar een microgolfoven, dat werkt prima om restjes van gisteren op te warmen of voor een diepvriesmaaltijd klaar te maken voor andere dingen, is de smaak en de textuur toch anders voor zover het al überhaupt mogelijk is om een microgolfoven daarvoor te gebruiken. En dan was er natuurlijk nog die aanbeveling om op de autosnelweg een beetje trager te rijden. Ook klopt, dan een auto die verbruikt minder brandstof als hij trager rijdt. Maar de meeste Vlamingen hebben toch ook niet bepaald veel tijd op overschot. En dus is dat ook een aanbeveling die gemengde gevoelens oproept. Jaarlijks voert het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, het FAVV, ongeveer 10.000 controles uit bij horeca-uitbaters. Amper de helft van deze zaken krijgt een gunstig inspectieresultaat. In Brussel is de situatie nog een pak slechter. Onderzoeksjournalist Wannes Neukermans legt uit. In ons hoofdstedelijk gewest is maar liefst 74% van de gecontroleerde horecazaken niet in orde met alle regels. In 28% van de gevallen in Brussel gaat het zelfs om ernstige overtredingen die de voedselveiligheid in gevaar brengen. Wat was de reactie van het FAVV en welke reacties kwamen er vanuit de politiek? Wel, de bevoegde MR-minister David Clarinval liet in zijn antwoord weten dat elke horecazaak normaal gezien om de 4 jaar wordt geïnspecteerd. Over de slechte cijfers, en zeker over die in Brussel, had hij echter niks te zeggen. Volgens Vlaams Belangvoorzitter Tom van Grieken zou de oorzaak wel eens te zoeken kunnen zijn bij het groot aantal buitenlandse snackbars in Brussel. Als ze onze taal al niet kennen, hoe zouden ze onze voedselvoorschriften dan moeten kennen, oordeelt hij. Volgens het FAVV kan die analyse van Grieken bevestigd nog ontkend worden. Zij vinden dat dat een analyse is die gemaakt wordt door experten. Bij een schietpartij in een metrostation in Brooklyn, een wijk in New York City, zijn dinsdagochtend minstens 10 mensen neergeschoten. In totaal raakten bijna 30 mensen gewond. U hoort journalist Karel de Koning. De dader had een semi-automatisch 9mm pistool bij zich met een vergroot magazijn, maar dat moet zijn vastgelopen, godzijdank. Hij had ook vuurwerk en rookbommen mee om verwarring te zaaien en eens kunnen ontsnappen, dus dat heeft gewerkt. De politie heeft dan een daderprofiel opgesteld en het zou gaan om Frank James. Men heeft dan zijn sociale media ontdekt en het blijkt een zwarte nationalist te zijn. En dat is eigenlijk een mooi woord om te zeggen, een racist. Hij sympathiseerde met Black Lives Matter, met andere marxistische organisaties, zelfs met het communistische regime in Cuba, en riep in het verleden meermaals op tot geweld. Een nieuwe week, een nieuwe racisme-rel in Vlaanderen. Deze keer was de lijn Kop van Jut.
Pieter van Berkel legt uit. Telijn kwam inderdaad met een nieuwe campagne tegen zwartrijden op te proppen. Dat is vooral in grootsteden zoals Gent en Antwerpen een probleem. Daar rijdt 50% van de passagiers zonder vervoersbewijs. En aangezien dat probleem vooral in de grootsteden acuut is, moet men bij de lijn wellicht gedacht hebben van we spreken best een divers, jong en stedelijk publiek aan. Het gaat voor de duidelijkheid om 3 affiches en op slechts 1 ervan zijn 2 jongeren van buitenlandse origine te zien. Naast een blank meisje trouwens. Het gaat dan om een zwarte jongen en een meisje met een hoofddoek. Op de poster is te zien hoe ze een smoothie drinken met als bijschrift: je betaalt toch ook voor die smoothie, waarom dan niet op bus en tram? Ondanks het feit dat allochtone jongeren in de 3 affiches duidelijk in de minderheid waren, wordt de lijn er op sociale media nu toch van beschuldigd racistisch te zijn. Men vindt de beelden onder meer stigmatiserend en stereotyperend. Bij de lijn zelf lijkt men de heisa niet echt te snappen en vinden ze het vooral zuur dat de campagne zo geïnterpreteerd wordt. Woke is het grootste existentiële gevaar voor de westerse beschaving. Dat zegt Zinnie Usdeel. Usdeel is een Nederlandse historicus, schrijver en opiniemaker. Hij is geboren in Turkije en verhuisde op 2-jarige leeftijd naar Nederland. Usdeel noemt zichzelf de grootste Nederlandse nationalist ooit. Hij doseerde onder andere over burgerschap en diversiteit, christendom en islam, economische geschiedenis en kunst- en cultuurtheorieën. Naast academicus was hij ook actief als politicus. Van 2017 tot 2019 zetelde hij in de Tweede Kamer voor GroenLinks. Nu laat hij zich vooral opmerken door zijn scherpe pen. Zinnie Usdeel sprak op de Woke-conferentie van Ja 21, een nieuwe Nederlandse conservatief-liberale partij. Usdeel riep daarop om een tegenmacht te vormen tegen de Woke-dictatuur. U hoort Zinnie Usdeel. Ik vind Woke het grootste existentiële gevaar voor de westerse beschaving ooit. Want wat daar gebeurt is, met een zweem van progressivisme, oh ja, we zijn voor inclusie, we zijn tegen ongelijkheid, we zijn tegen discriminatie, dat wordt dan gemarket om het compleet wegzuiveren van de blanke onderklasse uit de samenleving te regelen. In het onderwijssysteem, als jij uit een klein dorp komt in Nederland en je bent wit, je bent blank, dan mag je helemaal niks meer. Op de universiteit dan moet je je mond houden, want je bent wit, dus je bent per definitie fout. Je mag niet gaan praten over jouw eigen strijd vanuit de onderklasse, want je bent wit. Dus eigenlijk heb je daar geen plek meer. Ook in de massamedia in Nederland. Het wordt elke dag woker en woker en woker in culturele instellingen. Dus je hebt dan de blanke, progressieve linkse elite, die samen met gesubsidieerde beroepsallochtonen, zo noem ik ze, want die heb je dan, die maak je gretig gebruik van, eigenlijk de witte onderklasse compleet weg zijn, dus in postmoderne concentratiekampen zetten. Want ze mogen niks meer. En dat, vroeg of laat, gaat dat een keer ontploffen in hun eigen gezicht, ben ik bang. Maar goed, in mijn links is niet dat soort links. Journalist Karel de Koning deed het interview met Usdeel. Karel, jij vroeg ook naar hoe woke links op verschillende manieren reageert op bepaalde feiten. Inderdaad, ik vroeg aan Zinnie Usdeel meer over de opmerkelijke spagaat die links maakt, die woke links maakt, namelijk hoe sterk ze reageren op elke kwetsende uitspraak of elke uitspraak die nog maar een klein beetje als beledigend kan worden ervaren door een van de slachtoffergroepen. Maar wanneer het gaat over zware misdaad door migranten, denk aan moord of verkrachting, dat horen ze helemaal niet. En dat is iets wat hij ook opmerkte. Hij haalde aan dat ook in Nederland onze steun, onze overweldigende steun voor Oekraïnse vluchtelingen geproblematiseerd wordt en als racistisch wordt ervaren, aangezien dat diezelfde behandeling er niet was voor de zogenaamde andere vluchtelingen. En volgens hem is dat beeld onderdeel van een breder discours van woke, die eigenlijk een neoliberale racistische klassenoorlog is tegen de blanke arbeider. En volgens Usdeel is dat georganiseerd en gepland. Hij wijst op de grote macht die links heeft in de instituties, in het onderwijs, in de media, in de politiek. En hij wijst erop dat ze daar eigenlijk zeer ver in gaan en momenteel zelfs lesprogramma's ontwikkelen in basisscholen die volgens hem echt eng zijn en waarin in feite elke identiteit wordt afgebouwd, tot op het gender van een kind toe. Zo, dat was het voor deze aflevering van Paul Rob, uw wekelijkse afspraak op donderdag. Telkens op woensdag verschijnt de nieuwe editie van Politerke op onze website paalnieuws.be, waar u zich ook kan abonneren. En op donderdagmorgen vindt u ons weekblad terug bij de Betere Dagbladhandel. Tot de volgende keer.